Na een wedstrijd is er maar een periode van enkele uren dat je met voeding en met drank je lichaam kunt laten recupereren. Bij die recuperatie is natuurlijk hydratatie essentieel. Dus na de wedstrijd wordt er een totaal andere drank aangeboden. Dat is heel simpel, met een ander soort ingrediënt. Dus de recuperatiedrank. En dat staat allemaal klaar per speler in een flesje Electrol that size. Later op de avond wordt er ook gemasseerd, omdat het ook meer en meer belangrijk wordt, massage. En ook koeling, afkoeling. Dus cryotherapie via ijsbaden, via koelingsvesten, dat wordt belangrijker en belangrijker. Naar recuperatie, zeker als je verschillende wedstrijden naar elkaar hebt, dan is dat essentieel dat die speler onmiddellijk recupereert. Ja. We halen ook regelmatig experten binnen, op basis van osteopathie, podologie. Dus zijn allemaal ook consulenten die er toch extra bij komen om het kleine detail. En ik ga hem over de nagel die er zweet, die het looppatroon kan veranderen. Allemaal zulke zaken moeten allemaal in doog worden gehouden.